Mijn probleem met deze stelling is dat het lijkt alsof cultuur iets vaststaands is. Hè? Maar de cultuur op Urk in pakweg 1600 was bijvoorbeeld rooms-katholiek. Dus cultuur is per definitie dynamisch. En we hebben nu de neiging om wat we hebben te bevriezen, zo, want dat is de ware Urkse cultuur. En als CDA staan wij juist voor een heel erg dynamisch cultuurbegrip. Want vernieuwing, innovatie, of je dat nou ziet bij ondernemers, industrie of waar dan ook, komt altijd voort uit vernieuwing. En ik ben toevallig, of niet helemaal toevallig, gisteren in het museum geweest bij de jonge kunstenaars, Juk. En ik zat ook te denken van nou, de cultuur is geen zware malk, het is geen juk. En daar zie je dus hoe de jonge kunstenaars zich laten inspireren door de vaste objecten daar in het museum, maar daar een nieuwe dimensie aan toevoegen. Daarom zeg ik, ontsnap aan het keurslijf van de vastgepinde cultuur. Ik heb het afgelopen 2 jaar heb ik zelf zat ik in een werkgroep die het rondje palenschermen gerealiseerd heeft met informatieborden voor onze jeugd, onze kinderen, onze kleinkinderen, zodat ze kunnen zien dat ons dorp vroeger een eiland was. Want de hedendaagse jeugd, velen weten niet eens dat het vroeger een eiland was. Daar hebben we met mooie informatieborden een mooie ronde gemaakt. Kunnen de schoolklassen mooi gebruik van maken. Dat ze zo op een educatieve manier meegenomen worden door de geschiedenis van ons mooie oude eiland. Wat wij willen voor de toekomst ook, is op de avond dergelijke borden plaatsen. Bij andere bezienswaardigheden en oude dingen uit het verleden, zeg maar. Zodat onze eigen jeugd ook meer bewuster is van hoe we vroeger hier aan toe gingen. En wij hebben daarnaast ook oog voor andere dingen, voor nieuwe dingen, voor kunstenaars. Daar willen wij ook voor in diezelfde wijk, willen we daar een groot multifunctioneel centrum mee zetten met een sporthal, expositieruimte, theater, noem alles maar op, om dat allemaal daar te centreren. Ik persoonlijk voel me ontzettend thuis bij klederdracht, zang en Urkertaal. Ik zing op een Urker koor, maar Urk is ook onderdeel van het heden. Dus wij moeten ook jonge kunstenaars, ook jonge mensen die op een of andere manier cultuur bedrijven, die moeten we de ruimte bieden, die moeten we de kansen geven om dat ook te laten zien. Nou, het zou heel makkelijk zijn als ik straks als één partij eruit kom. Ik bedoel, dat is allemaal heel simpel. Maar we hebben ook te maken met andere partijen. En volgens mij hebben we ook vanavond gehoord dat Urk voor enorme ambitie staat qua investeringen. We willen heel veel, iedereen wil heel veel. Maar we moeten met elkaar wel de ruimte zoeken om dat te realiseren. U noemde het woord ruimte ook voor cultuur. En ik wil hier ook wel eens een lans breken voor de mensen die ook vanuit SCAP en die met kunstzinnige dingen bezig zijn. Iedere keer worden deze mensen verplaatst. Ze hebben een tijdje op het industrieterrein gezeten. We waren onlangs bij de Rots. Nou, daar wordt nu weer een ruimte voor deze mensen gezocht. En dan zeg ik, als wij cultuur zo belangrijk vinden, laten we deze mensen dan een vaste plaats geven, waar ook jongeren hun creatieve talenten ten uitvoer kunnen brengen. En dat ze niet voortdurend, hoppend door ons dorp. Nee, ik gun ze graag een vaste plaats waar ze hun inspiraties kunnen ontwikkelen. Als ik, wat cultuur betreft, over de Urker avondloop, dan denk ik, waarom tracht men nou niet iets van die oude cultuur te bewaren? Ietsje teruggeven, ook op de avond, van onze cultuur. Dat zou ik geweldig vinden. Maar zegt u meneer Kofferman, van hey, cultuur gaat voor mij over conserveren van wat er is, vanuit het verleden. Of zegt u, meneer Krebas had het erover, cultuur is ook aan verandering onderhevig. Dat ontwikkelt zich ook. Nieuwe cultuur. Ja. Wat zegt u daarvan? Maar goed, in die zin zeg ik, daar ben ik het niet mee eens. Wat meneer Krebas zegt, daar ben ik het niet mee eens. Cultuur ontwikkelt zich niet. Het gaat over de haven. En daar zeg ik iets teruggeven van de cultuur, hoe het altijd was. Dat vind ik niet terug op de haven. Ik zeg gepassioneerd dat ken ik wel. Maar ik vind het heel belangrijk, meneer Kofferman, waar wij wegkomen. Onze voorouders hebben in bittere armoede geleefd. Wat mij altijd gefascineerd heeft, en dan noem ik ook mijn best, maar ook al die dames die als meisje naar de wal gingen,
als kind. En die zorgden dat de monden hier gevoed werden. En die historie moeten we ook levend houden. Daar wil ik het mee afsluiten. We gaan ook afsluiten. Ja, dat klopt.